ik mijn gloednieuwe verwelkomings livestream met mezelf. Vandaag gaan we het hebben over dat ik terug ben en dat ik terug livestreams ga doen en terug vlogs ga doen. En we zijn nu gewoon aan het wachten tot het raar is. Wat we vandaag gaan doen is, dat weet ik niet, ik weet helemaal niet wat we gaan doen vandaag, jongens. Jullie moeten mij alles zeggen, hè. Hey, Chatnof, Por, hallo, hey Amber. We zijn wel aan het wachten tot Amber Vlamma is uw echte naam. Echt Vlammend. Het is Vlammo. En ja, dat is haar echte naam. Het is ingeladen, dus jongens, jullie moeten kiezen wat we gaan doen. Yannick! Hey! Yannick! Wat ik het idee geef van wat ik moet doen. Ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Want ik ben helemaal alleen. Dus geef mij. Geef mij wat ideeën van wat ik zou moeten doen en ik zal ze uitvoeren. Veel dingen heb ik niet. Veel geld, denk ik. Nee, ik heb niet heel weinig geld zelfs. Dus ik kan dit doen, jongens. Ik kan alle dingen doen. Ik ben Hollands. Ah, Hollanders zijn nice. Denk ik. Dat zal wel. Maar ja, jongens, zeg maar. Wat ik zou moeten doen, zeker ook als jullie deze video leuk vinden, raam kaart op die like knop, hè. Abonneer als je nog niet hebt gedaan. Ah, maar nee, dat is niet grappig. What the fuck? Heb je dat gezien? Die man dat daar stond. Heb je dat gezien? Wat? Die man wou me neuken. Ja. Oké. Okay. Nee, dat was heel raar. Maar ik denk dat we gaan beginnen met onze dingen bij te vullen, zodat we terug geld kunnen krijgen. Ken je Toon Heijs, mijn favoriete YouTuber? Maak je geluid. Ah, hey Niels. Hier. Amber, ken je Toon, want ik vind hem een goede YouTuber. Amber kent mij. We hebben daar juist zelfs nog over gesproken. Chatnof. Ik heb u. Chatnof. Hoe kan ik u doen? Want dat is nogal een hele moeilijke naam om uit te spreken. En hebt jij ooit al eens eerder naar mijn livestreams gekeken? Kan zijn van wel. Maar ik weet niet. Niels, blijf lekker zitten, hè, voor deze livestream. Ram kaart op die like-knop, iedereen, voor diegenen die kijken. Binnenkort doen we meer giveaways en we zitten heel dicht bij die 100, dus dan krijgen we een lekkere hoodie met mijn logo erop. En met mijn initialen van voor, groot logo van achter, zwarte hoodie. Iedereen subscribe voor die 100 subscribers. Oh, what the fuck? Doet die voor die 100 subs en dan komt die giveaway snel aan. Dus like ook deze video voor de zekerheid. En we gaan eerst naar Del Perro Beach gaan voor supplies te gaan stelen voor dingen. Ik denk dat we dat 2 of 3 keer moeten doen voordat oh shit, mijn microfoon. Ah, microfoon was geript. Voordat we helemaal terug vol zijn aan supplies. Dus oh my god, ik wil zo'n trui. What the fuck, geef me de ISIP. Ja, 100 subs. Dus wanneer hebben we 100 subs? Voor mijn verjaardag van 2017.
Als we 100 subs halen, en dan ga ik de giveaway doen, maar die giveaway kun je niet zomaar dingen doen. Maar dat zien we dan wel, dat zien we dan wel. Dat al geweest is dus. Ah, dat doe ik niet. Ja, X-Ammer, hij wil u niet. Niels, sst, niet meer. Fucking Niels. Ik heb nooit iets gezegd, hè. Maar ja, blijf allemaal lekker zitten, like en abonneren als je nog niet hebt gedaan. Hier zijn de supplies die ik moet stelen. Ik heb deze al eens gestolen. Auw. Is die man dood? Cool. Je wilt het wel zeggen toen, zeg dat dan. Je wilt het wel zeggen toen, zeg dat dan. Wat moet ik zeggen? Ik wil het weten. Ik heb echt geen idee waarom we dit allemaal hebben. Maar ik moet terug naar mijn bunker dus. By the way, Niels, ik heb je nog niet, hè? Dus voeg mij toe. Op de PlayStation, hè. Anders zit je bij mij op school. Niels, ik heb dat nooit gezegd. Fucking Niels. Zoek mijn auto. Ik heb Niels haar pakjes. Oh shit, pik je dat? Pik je dat, Niels? Niels, pik je dat? Zeg het maar, pik je dat? Ik zal je gewoon even Por noemen. Por, hoe moet ik je naam? Allee, moet ik je noemen? Of hoe zegt je naam? Niels, ik ga je gewoon negeren, want je gaat alleen maar pool stoken. Nee, dat pik ik niet. Fucking Giro kan wel een goede tijden toch? Shit nof. Zo zeg je het, ah. Oké, zal ik je zo noemen dan? Dan. Dat is goed zo. Nee, ik pik dat niet. Niels, je bent gewoon jaloers. Op was aan Niels jaloers moeten zijn? Want Niels is geen meisje, hè, denk ik. Ja, Kamp is... Oh. Ja, maar Kamp was echt lid. What the f... What? Wauw, hebben jullie allemaal gezien? Ik kreeg gewoon door mijn ding. Wauw. Nee. Rijden. Jaloers op Amber. Jaloers Amber op... U laat me niet lachen. Nee, ik snap je niet meer, maar het is goed hoor. Heel weinig snap, heel mensen. Ja, yes! Niels, ik zal maar zwijgende van bij de basket. Oh, vertel. Vertel. Je moet al weg. Oké, rip. Maar het was toch leuk dat je even zet gewoon kijken. Ah, hier zijn mijn supplies en zo. Zo leuk dat je even zet komen kijken, man. Dag niet. Dag Niels. Niels wilde nudes. Echt? Fucking Niels. You through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll bring it by. All right then. Hij kijkt naar mijn ass. Oké. Mensen. Allemaal heel interessant hoor.
Oké, mensen, wat moet ik doen? Zeg het me. Oh, die stand. Nailed it. Oh, slip, 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 slip. Oh, shit. Oké. Oh, shit, 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 shit. Nice. Gunrunners are moving arms across the state. And associate gunrunners will be very grateful if you'd go take them out. Where? Adversary series. We zijn daar hier. Oh, er is een vriend in mijn lobby. Ah, Chloe is in mijn dingen. Doe de garage tier, tire, tier, tour, garage tour. Waar is een garage tour? Jernik, zeg het eens, want ik weet dat niet. Garage tour. Wat kan dat zijn? Ja, ik moet hem echt uit. What the fuck? Ik heb echt geen idee wat dat is. Sorry. Ik dacht dat vangrails je opvangde. Opving. En een flip. Ah. Lekker. Al uw auto's zonnen. Maar jongen, ik heb maar twee auto's. Ik heb al mijn auto's verkocht voor... voor dingen, voor een bunker. Om ik al mijn auto's verkocht. Ik heb alleen deze, een Elegy, een Batty's denk ik, een Batty. Nice. Maar wow, lekker. Maar binnenkort heb ik natuurlijk door mijn bunker veel meer geld, want daar kan echt, ik weet niet, 800.000 in. In de bunker ofzo. Oh, rip, iedereen left ineens. Welk level ben je op GTA? Ik ben level 99. Spijna. Uw rukbunker. Ja, inderdaad. Ik ruk daar altijd. Maar, dus. Ik kan anniversary modes doen. Maar, dus, zoals ik al zei, er kan bijna 800.000. Of ik weet niet hoeveel het erin kan, maar er kan zeker 800.000 in de bunker. Dus dan kan ik wel wat auto's gaan kopen. En zo. Maar ja, nu nog niet. Dus nu kan ik wel dubbel XP en dubbel. Dubbel RP en dubbel money dingen gaan doen. Wow! Als jullie dat willen. En dan kan ik dat even doen. En dan kan ik zo even wat geld verdienen. En jullie amuseren. En dan in een van mijn volgende livestreams zal ik dingen doen. Hè. Zal ik. Dingen aan toeren. Weet iemand hoe je snel geld verdient op GTA? Ja, ik weet dat. Hoe dat je geld snel verdient. Snel geld verdient. Je moet naar... Dat moet je gewoon elke week doen. Ga naar hier. Ik zal het nu eens even doen. Ik heb mijn broer geslagen. Oh shit, dat is minder. Dag Amber. Je moet naar hier gaan en ik zal deze even erop kapot maken. En dan de Batty pakken en daarmee krijg je 50.000 per week als je dat doet. En de Batty is heel goed. Je moet daar gewoon geen armor op zetten. En nee, is kei goed. Maar ik ga misschien ook, als er de volgende keer als ik kan en als er dan dingen uitkomen, een nieuwe money glitch, dan zal ik die ook eens proberen, hè, maar dat weet ik niet. Maar ik zal eerst naar hier gaan en dan zien hoe dat. En dan zien of ik die time trail hier kan doen. En dan zullen we eens een keer anniversary mode doen. Dus en zo verdient je echt heel veel. En dat is meestal toch rond de 50.000 mensen. Ik kreeg net altijd stip 50.000, ik kan ook 49.000 zijn. Dat kan ook 51.000 zijn. Maar het zal wel rond de 50.000 liggen. Welke games heb je? Ik kan ook, als jullie, ja,
Ik kan ook als je wilt, als GTA een beetje saai begint te worden, voor, kan ik ook een ander spel spelen. En ik zal direct zeggen, als ik terwijl ik de time trial doe, welke games ik heb, welke mijn laatste stick heb om nog. Voilà. Oké, nu bel ik even naar Lester. Oké, ik zal even rap zeggen welke dingen ik heb. Ik heb Far Cry 4, ik heb Minecraft, ik heb Black Ops 3, ik heb Black Ops Infinite Warfare, Infinite Warfare, ik heb wat heb ik nog? Ik weet, ja, Crash Bandicoot heb ik ook nog. Nog een paar dingen, maar welke nu? Ik heb misschien zelfs mijn Bati verkocht. Weet ik niet, kut. Heb ik mijn Bati verkocht? Wacht, ik ga eens even kijken of ik mijn Bati heb verkocht. Retire. Motorcycle clip. Oh, please. The red bike. What the fuck is a red bike? Ik weet niet of ik dat heb gekocht. Wow! Ziek slecht, oké. Jongens, dit wordt even een lange night. Ik ga even naar de Los Santos gaan. En een body bestellen en even pimpen. Nee, oké, dat gaat niet lukken, want ik heb geen geld. We gaan gewoon dingen doen. We gaan gewoon even anniversary modes doen, boys. En dan. Oh shit, dat is een mindere. Oh. We gaan gewoon even rap anniversary modes doen. Wat geld verbinden. Body upgraden en dan. En dan zo, hè. Dus boys, blijf lekker zitten dan. Oh shit. Ik moet hier eerst naar boven geraken. Rip. Wow, dit heb ik nog nooit gezien. Dit is een jump. Dit is een fucking jump. Ik kijk, ga die jump doen, wacht. Wow! Oh, what the fuck? What the fuck? Oké, we moeten naar boven zien te geraken. Nou, we zijn boven. Oké, we gaan naar de anniversary mode. We gaan de anniversary mode starten. Online jobs, play job, Rockstar Creating, anniversary mode. Oké, zijn er ergens dubbel RP en dubbel XP? Normaal wel toch? Hier. Overtime shootouts. Welke spelen we best leuk beginnen? Nee, of wel. Wij zijn heel underrated. Oké, let's go. We zullen beginnen met deze. Dus jongens, als je een andere game wilt zien, dan zegt het. Dan zal ik die game inzetten. Dan moet de livestream wel stoppen en dan moeten jullie terug. Deze pagina refreshen en dan. Dan zal er een nieuwe livestream komen. Doe AUB 1 Ankter. Wat is 1 Ankter? Ah, Ark serie. Ja, dat doe ik sowieso. Dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar ik heb dat wel al gezegd. Er komt een
of misschien ook niet, ik weet het niet. Er komt een nieuwe Ark-serie van Ragnarok. En ik ga die samen met mijn neef doen. En ik ga twee of drie mensen uitzoeken die dat, nog niet zo goed Ark kunnen. En dan ga ik en mijn neef, ik ga denk ik twee series zelfs maken. Ik en mijn neef gaan dat, oh, what the fuck, kicks from the job, fucking hell. Dating homo's. En dus ik en mijn neef, we gaan dat dan starten. En wij gaan dan mensen leren en ik ga ook een eentje maken dat ik zelf een nieuwe wereld begin in Ragnarok. En dat ik zelf dat doe, want ik ben zelf helemaal niet goed in in Ark. Ben ik zelfs helemaal niet goed. We gaan zien hoe dat afloopt en dus door een serie. Maar Ark moet nog eerst downloaden. Ik zal eens kijken hoe lang dat dan nog moet downloaden. Het moet nog plus 99 plus uur staat er hier nog. Als jullie willen kan ik ook een ik heb Scorch Earth, ja. Als jullie willen kan ik ook een, de Freedom Cry van Assassin's Creed downloaden. Ik heb dat gedownload, maar dan kan ik dat doen. Ik kan, als jullie willen, ook Just Cause 3 streamen. Maar dat is ook nog aan het downloaden. Dat heb ik allemaal gedownload. Gewoon voor jullie om te zien wat jullie allemaal zouden leuk vinden. En dat kan ik dus zo zien. Wat jullie eigenlijk allemaal leuk vinden en aan waar ik mijn geld aan zou besteden. Dit is de eerste keer dat ik dit doe. Dat ik dit doe. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Allee, Mongool, kom naar ons. Ik ga dat team ook joinen. Lol. Iedereen in het team is ready. Maar doe dan Ragnarok en Scorch Earth. Ja, ik ga zien. Maar dat moet geen. Dat zou normaal geen probleem moeten zijn. Maar dus ik zal wel zien hè, wat ik doe. Ik heb geen idee wat dit is. Is dat? Oh, huh? Moet je? Waar moet je? Moet je daarin? Huh? Is dat één per één? Lol, lol. Ze staan niet bij ons. Ze staan niet bij ons hè? Ah, dat is zo daarin. Dat is één per één. Just Cause is ook wel nice. Ja, het was gratis. Dus ik dacht, waarom niet? Ik ga op de vier landen. Faal, 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 faal. En hij faalt hem. Oh, juist niet. Lekker. Ben ik nu aan de beurt? Wat gaat hij doen? Just Cause ook wel nice, ja, inderdaad. Just Cause ook wel nice. Nee, wat doet je man? Ga niet voor die drie. Oh, die man gaat voor de drie. Pas je los. Draai, 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 draai. Ja, goed. Oké, drie is ook wel nice.
Oh. Is die gast AFK? Is die gast AFK? Oh shit, pik je dat. Pik je dat. Oh shit. Oké, go. De bok. Oké, Wat gaat hij doen? Gaat hij op de eilanden of op de drie? Hij gaat op de drie landen. Hij gaat op de vier landen. Hij gaat te laag. Nee, hij gaat juist niet te laag. Oh shit, alleen weer draai. Oh shit, yes. Woo! We zijn aan het winnen, boys. We zijn hier aan het winnen. Wat gaat hij doen dan? Dus ja, als je wilt kan ik ze beter ook Freedom Cry Freedom Cry Assassin's Creed streamen. Als je dat wil. Chihuahua. Chihuahua. Het is mijn beurt. Oké, mannen. Dit gaat gebeuren, oké. Ik ga voor de vier. Ik kan de vier niet zien. Draai! Nice. Woo! We got that three bitches. Wow. Oh shit, what the fuck was that? Okay, come on. Ja, boys, zoals jullie hebben gehoord, moet ik gaan eten. Dus, volgens mij zit deze livestream erop. Als jullie deze livestream weer leuk vonden, ga dan keihard weer liken op. Abonneer als je nog niet hebt gedaan. Laat in de comments achter wat ik zou moeten doen voor een volgende video. En tot straks, waarschijnlijk. Ja, heel waarschijnlijk tot straks, maar ik ga deze wel nog af laten spelen. Zie ik jullie straks. Tot later. Tot straks. Ja, tot straks.